Hallo iedereen en welkom in deze video. Uh, waarin ik met jullie een aantal inzichten wil delen. Uh, ja, zoals je kan zien, is de titel van deze video Liefde, uh, Leven en Dood. En uh, vorige nacht was ik me eigenlijk aan het bedenken dat uh, liefde, leven en dood een um, rare driehoeksverhouding hebben. Maar als je nadenkt over de relatie dat liefde heeft met leven, en hoe dat ze de relatie hebben ook met de dood. Dan ja, ga je gewoon ook dieper gaan nadenken over de betekenis van liefde. Nu, ik schreef al vele malen dat we eigenlijk allemaal diep van binnen op zoek zijn naar die liefde. En wellicht is dat ook de enige missie die elke ziel hier op aarde deelt: de zoektocht naar die ene ware diepe liefde. De tocht doorheen dalen en rivieren, langs kale bergtoppen en weelderige bossen. Het thema van heel wat films en boeken. Zo zou je ze toch wel herkennen. of... Het feit dat ik dat vermeld, dat gaan er heel veel uh, beelden en herinneringen aan films en boeken uh, opkomen. Maar toch lijkt niemand het geheim van die ene ruwe diamant te kennen. Doorheen de zoektocht naar die diamanten raken we vele mensen afgeleid. En Ze zijn moe van de tocht en in plaats van te rusten en geduldig te wachten, en geloof ik, geduld is ook niet altijd mijn sterkste punt, maar dus gaan ze. Ze gaan settelen. Ze gaan kiezen voor een alternatieve route. En of dat die alternatieve route het waard is, dat gaan ze natuurlijk maar pas weten als ze dit leven weer verlaten doorheen de poort des doods. Dan zullen velen zich weer herinneren waarom dat ze hier in de eerste plaats waren. En dat het niet voor die dure auto was, of die luxe kleren, of de Rolex om hun pols. Nee. En ook niet voor de vele hoodstaven in hun kluis, of de unieke kunstwerken aan de muur. Nee. Hun ziel is hier of wou hier zijn om ervaringen op te doen. En vooral ook om te ervaren hoe het is om onvoorwaardelijk geliefd te zijn... terwijl dat ze de vorm van een mens hebben aangenomen. De dualiteit waar dat ze in terecht gekomen zijn... en waar wij nog steeds, hier ook allemaal, een stuk, uh, elke dag mee geconfronteerd worden... werkt als zand voor hun ogen. Het snelle geld, de illusionaire veiligheid die met alles kwam kijken... Zorg ervoor dat ze nog verder afgezakt zijn weg van hun pad. Terwijl alle emoties onderdrukt werden, want dat is de enige manier waarop dat hun ziel kon weten dat ze verder van het pad verwijderd werden. En nu dat velen weer aan het ontwaken zijn en het echte doel van hun leven opnieuw ontdekken, komen al die emoties vrij. Ze ook net voordat je de overstap maakt naar een verder energetische leven, en hier in de 3D-realiteit op aarde dus sterft. Je sluit het ene hoofdstuk af, maar gaat verder met alles wat je ervaren hebt. Niet met wat je verzameld hebt. En dat is je wat ik ook ervaren heb, en daarom mag ik er ook de video over maken en heb ik er ook een blog over geschreven. Omdat um, wanneer hij de aarde verlaat, gebeurt er veel meer dan gewoon het feit dat die persoon er fysiek gezien niet meer is. Nu, velen schrijven dat de enige achter uw diamant ligt, waar niemand hen kan vinden. En gelukkig zijn we in een tijdperk aangekomen dat meer en meer mensen beetje bij beetje open gaan staan voor wat dat is. De lessen van onvoorwaardelijke liefde zijn super uitdagend en dat weet ik als geen ander. Maar in het leren loslaten en vertrouwen zal je het pad naar die ene ruwe demand vinden. Ga even mee met mij in de tijd. Als je gewoon nadenkt aan de eindervaring en afhankelijk van of jij zelf ouder geworden bent of niet. Maar wanneer er een kind geboren wordt in je omgeving, dan is liefde er. En ik herinner mij wanneer ik in mijn eigen kleine bubbel ging, toen uh, dat mijn kinderen geboren werden. En dat begon eigenlijk al van, van zodra uh, dat mijn lichaam in arbeid ging. Dus van zodra dat de wieën begonnen uh, op te komen. Omdat dat de manier was waarop mijn lichaam met de pijn. en het volledige proces dat, dat eigenlijk de geboorte echt is. Um, uh, kon, of wist intuïtief mee op te gaan uiteindelijk de liefde die ik voelde dat was ook onbeschrijfelijk en hij is ook onbeschrijfelijk, nog steeds de verbinding die er instant was was ongelooflijk wonderlijk en die eerste weken leek alsof de wereld stopte met draaien ook al was dat niet de ervaring van al die andere miljoenen mensen op dat ogenblik dat was mijn ervaring mijn realiteit, omdat dat hetgeen was wat mijn ziel op dat moment koos en zo werd ook bewustwording. Wat wil jij ervaren in het nu, en dat is wat je mag op gaan focussen. Nu, dat het, nu, het feit dat er in mijn dichtstekering opnieuw een einde aan het naderen is van een, van een leven, wordt ik eigenlijk ook weer herinnerd aan die eerste weken. En dat is het punt waarop ik dacht, van, eigenlijk heeft liefde een hele rare driehoeksverhouding met leven, dus geboorte en met de dood. Want ook al lijkt het alsof we, we iets gaan verliezen, die liefde is er opnieuw. En de bubbel waarin de mensen verdwijnen bij de komst van de dood... of wanneer dat ze geconfronteerd worden met de dood... is net dezelfde als toen er een nieuw leven ontstond. Er is geen verschil tussen geboorte en dood. Er is een verandering van de vorm die een energie aanneemt. In het begin van stoffelijk, dus energetische vorm naar menselijke vorm... Wat dat iets vaster is, waardoor dat we elkaar kunnen zien, dat we elkaar kunnen aanraken, knuffelen, liefdesdelen, ervaren. Ook ruzie maken, schoppen, slaan, al die andere dingen ook natuurlijk. Dat is de andere, andere kant, de andere duale vorm van liefde. Maar dus tot het punt waarop dat de gaan weer loslaat, dan worden alle grondingssporen ontkoppeld en gaan we eigenlijk weer over in die pure energetische vorm. Alleen op dat ogenblik zijn alle emoties ook zichtbaar voor de ziel. En alles wat dat ooit weggeduwd werd, dat is er. Alles wat, um, wat dat niet kon getoond worden door die persoon, door die ziel, in die menselijke vorm, in de identiteit, vanuit het ego, vanuit waar dat ze leefde, wat dan ook. Alles wat, wat geen plaats kon en werd gegeven werden, dat is er nog. En net daarom gaat het bewust worden in het leven er ook over. Dat we zo zuiver mogelijk worden in ons zijn. Dat we eerlijk en open zijn over de emoties die door ons heen stromen. Want emoties zijn gewoon energie in en beweging. Hou je de emoties vast in je lichaam, dan gaan ze voor blokkades zorgen in je lichaam. Wat dat sommigen een trauma noemen of wat dan ook. Het maakt niet uit. Door je lichaam te leren kennen, zul je niet alleen gezonder worden. Je zal ook sneller alle energie kunnen transformeren op een hoger niveau. Wat ik bedoel, dus niet vanuit uh, het aanpakken wat het probleem is in het fysieke. Nee, je gaat dat op energetisch niveau gaan aanpakken. En daarom is het belangrijk dat je emoties ook leert uh, gebruiken op een goede manier. Dat je ze leert begrijpen wat ze echt willen zeggen. En dat je jezelf ook leert kennen als een ware meester. Daarom is werken met universele vlammen om jezelf te versterken. En alle beperkingen en ideeën, dus die in je mentale energie nog zit, om die om te buigen tot liefde. Want dat is je ware kern. Nu wat mijn persoonlijke situatie betreft, heb ik een deel van die emoties voor mijn familie net getransformeerd. Zodra dat ik uh, met haar energie verbond, um, ontstond er een, een overweldiging van emoties, uh, waarvan dat ik begreep dat die niet van mij waren. En de reden daarvoor was dat zodanig dat zij eigenlijk dan die ballast niet meer hoeft mee te nemen naar een volgende incarnatie, maar nu al kan ascenderen in dat hoger, hogere, hogere eenheidsbewustzijn. Want dat is wie we zijn en wat we hier te doen hebben. Van invloed zijn. Van dienst zijn. Impact maken op een grote schaal. Los van het feit of je er herkenning voor kreeg. Want het gevoel dat ik gedaan heb voor haar. Dat gaat zij vanuit haar identiteit als zij nu is. En wat ze nu is. Gaat zij nooit herkennen of zien. Zodra dat ze aan de andere kant van de poort staat. Gaat ze dat wel zien. Gaat ze dat wel weten natuurlijk. Maar daar gaat het niet over. Het gaat erover dat we bedoeld zijn. Een toonbeeld te zijn van onvoorwaardelijke liefde. Dat we... Het pad leiden en de weg leiden voor andere zielen door het voor te doen. Dat behoeft niet altijd woorden of video's of um, in hele documentaties uitgelegd te worden. Nee, door wie dat je bent, door de energie die je hier neerzet, ben je al van dienst en ben je eigenlijk al een voorbeeld en een leider voor anderen. Dus de vraag waar ik hier deze video mee wil afsluiten is. Wat zal jij kiezen? Want dat is hetgeen waar dat jij hier aan het neerzetten bent. In ieder geval, ik stuur je vast heel veel liefde dat alle mogelijkheden voor je open mogen zijn en dat je alle inzichten en lichtcodes die in deze video opgenomen zijn um, op een zo open mogelijk en zo hoog mogelijk hoog vibrerende pad mag ontvangen, zodanig dat ook voor jou. Um, transformaties transformatie is en transmissie is naar een hogere tijdslijn